Een hele goede middag, dames en heren. Heel hartelijk welkom live vanuit Den Haag. Welkom bij de presentatie van het WRR-adviesrapport Kiezen voor houdbare zorg. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit advies vandaag gepresenteerd wordt. Of u moet vanmorgen werkelijk geen enkel nieuwsmedium tot u hebben genomen. Maar dat laat ook wel zien dat het onderwerp leeft. Dat het een onderwerp is wat we belangrijk vinden en dat het een onderwerp is wat ons ook allemaal raakt. Een bijzonder woord van welkom aan de mensen thuis. U volgt het allemaal via de livestream. En we hebben hier ook een publiek in de zaal. U ook van harte welkom. Ja, dit is echt hybride. We zijn hybride gegaan. Dat is toch de tegenwoordige tijd. Een klein beetje. Een heel bijzonder woord van welkom wil ik ook uitspreken richting de minister. Demissionair minister van VWS, Hugo de Jonge. Welkom. Dat laat ook zien dat u het ook belangrijk vindt dat u vandaag in uw drukke agenda hier tijd voor vrij wil maken. Het is alweer 3 jaar geleden dat de minister van Financiën en de toenmalig minister van Medische Zaken en Sport een beroep deed op de WRR en vroeg: zouden jullie de komende jaren eens kunnen gaan uitzoeken hoe we de zorg in Nederland nou houdbaar kunnen houden? En het werd ook misschien wel een beetje tijd, want het laatste grote WRR-rapport over volksgezondheid is verschenen in 1997. Dus het was misschien wel eens tijd om als WRR wat nieuwe ideeën op een rij te zetten. Mijn naam is Jesper Rijpma en ik heb de eer gekregen, ik vind het ook ontzettend leuk om te doen, om deze presentatie aan elkaar te praten. En zoals ik al zei, dat doe ik met u, livestream publiek en met het publiek in de zaal. Hoe gaan we dat het komende uur doen? Gezondheid. Hoe gaan we dat het komende uur doen? We trappen straks even af met een welkomstwoord door de voorzitter van de WRR. En dan duiken we ook meteen de inhoud in. En dan zullen twee medewerkers van de WRR zullen het rapport op hoofdlijnen aan u gaan presenteren. Het is een lijvig rapport, dus het zal niet tot in alle details vandaag kunnen worden gepresenteerd. Maar zoals u begrijpt is het straks natuurlijk ook beschikbaar op de website en geheel gratis te downloaden. En doe dat, want het is een lijvig adviesrapport en er staat veel in. En zoals u ook in de media heeft kunnen lezen, het doet nu al stof opwaaien. Ik denk dat dat ook altijd wel goed is. Dan worden er in ieder geval conclusies getrokken. Nadat de voorzitter van de WRR het woord tot u heeft gericht, gaan we dus over tot een presentatie van de inhoud. En daarna willen we dan gaan we over naar de officiële plichtpleging. Dan zal het rapport officieel worden overhandigd aan de demissionair minister. En daarna is ook het woord aan u. Want ik ga ook even de zaal in voor een eerste reactie. Maar wij gebruiken ook een tool die Mentimeter heet en die u thuis de kans geeft om vragen te stellen. En we gaan dat gewoon maar even zorgen dat u ook in het systeem zit. Hoe werkt dat nu? Mentimeter is een systeem dat u via een second device kunt benaderen. Dus u kijkt dit waarschijnlijk op een scherm. Als u nou even uw telefoon pakt, dat kunt u ook in de zaal overigens gewoon doen. De telefoon pakt en u gaat, zoals u ook op de presentatie ziet, naar menti.com. Menti.com en dan voert u de code in 5660-3859. U ziet die ook in het scherm, ik ga nogmaals menti.com. En dan gaan wij naar 5660-3859. Dan komt hij in de Mentimeter en gedurende dit uur komt er een Q&A-slide open te staan op uw telefoon. Dus mocht u nou gedurende het uur ergens denken, ik heb een vraag aan de WRR die ik wil stellen, dan vult u die daarin. Dan hebben wij hier een moderator zitten, die kijkt achter de schermen mee en aan het einde gaan we een aantal van die vragen proberen te beantwoorden. En ik zeg bewust proberen, want als er heel veel vragen komen, garandeer ik u nu al dat het mij niet gaat lukken alle vragen te behandelen. Maar ze komen hoe dan ook bij de WRR terecht. En wie weet kan er nog op de een of andere manier, bijvoorbeeld via de website, een antwoord op worden gegeven. Dat gezegd hebbende, kijken wij even, wat zien wij vandaag allemaal vanuit, welk publiek zit er nu op dit moment te kijken? Niet geheel ontoevallig is het natuurlijk de WRR die in het midden staat, maar we hebben de SER, het RIVM, het CBS, vanuit het ziekenhuis, vanuit ZIN. Laat ook wel weer zien hoe verschrikkelijk veel afkortingen we in de zorg gebruiken. maar ook wel weer leuk om te zien, dus we hebben de Erasmus Universiteit, de wetenschappers aangehaakt, de ministeries zijn aangehaakt. Want ja, als er één sector is waar heel veel gebeurt op dit moment, dan is het natuurlijk ook wel de gezondheidszorg. Dit was een oefenvraag. Als u hem nog niet heeft beantwoord, geen probleem. U kunt gewoon in blijven loggen op dat systeem. U krijgt die code ook gewoon, die blijft ook in de presentatie staan. Dus dan kunt u gewoon een vraag via de Q&A-slide stellen. Nou, dat gezegd, Emma, dan zou ik zeggen, laten we gaan beginnen. En dan geef ik heel graag het woord aan de voorzitter van de WRR, Corien Prins. Mag het wel weer geapplaudisseerd worden, want we zijn weer live. Dus laten we gewoon even... Ja, dat,
dat applaus hoeft nog niet voor mij. Ik moet nog beginnen. Dank. Ook aan de moderator voor vanmiddag. Dank namens de WER. Aan jullie allemaal hier in de zaal. In het bijzonder aan onze demissionair minister Hugo de Jonge. Aan jullie allemaal, luisteraars zou ik zeggen, maar kijkers thuis. Voor inderdaad onze eerste echte hybride bijeenkomst. We hebben afgelopen jaar migratiediversiteit gepresenteerd, maar dat was de online presentatie door de projectgroep zelf en alle toehoorders online. Dit is voor het eerst dat we in een hybride setting zitten. En die hybride setting, we weten het allemaal, is mede ingegeven, veroorzaakt door de pandemie waar we op dit moment in zitten. COVID-19. In ons rapport, het rapport dat straks gepresenteerd wordt door Marianne de Visser en Gijsbert Werner, besteden wij niet heel specifiek aandacht aan de huidige pandemie, aan corona. En tegelijkertijd kunnen we er natuurlijk niet omheen. Gisteren de meest recente persconferentie, morgen staat u weer in het parlement. Dagelijks worden wij allemaal met de implicaties, of het nu gezondheidsgerelateerd is, sociaal-economisch of in andere zin, geconfronteerd met de pandemie, met corona. En daar valt heel veel over te zeggen, dat ga ik niet doen, want mijn woordje is heel kort. Maar wat ik wel wil meegeven is dat, denk ik, de uitdagingen waar de zorg, waar de gezondheidszorg voor staat, en al veel langer voor staat, heel prominent, heel pregnant voor ons allemaal, dagelijks in beeld zijn gekomen, tastbaar en voelbaar zijn geworden door corona. Vroeger was de zieke hopelijk ver weg en dus ook de gezondheidszorg hopelijk ver weg. Nu is onze kwetsbaarheid dichtbij. En het belang van de gezondheidszorg, het belang van een houdbare zorg, heel dichtbij. Voor ons allemaal als samenleving. En voor mij persoonlijk ook als voorzitter WER, agendeert dat de thematiek van vandaag. De uitdaging ook, die zoals aangegeven straks aan u, aan jullie wordt gepresenteerd. En alvorens het woord te geven via de moderator aan mijn collega's, wil ik, en dat doet de voorzitter WER altijd op dit moment, toch even de collega's in het zonnetje zetten. Marianne de Visser, raadslid, eerst verantwoordelijk voor het rapport. Gijsbert Werner, projectcoördinator en in die zin vanuit projectcoördinator eerst verantwoordelijk. Josta de Hoogste zit ergens in de zaal. Josta, eveneens in die rol, in een eerdere fase van het project, Arthur van Riel, Peter de Goede, Mirove Gijsberts. Achteraan in de zaal, ons een jaartje uitgeleend door het SCP, daar zijn wij heel blij mee. En vele stagiairs. Dank jullie wel. En Arnoud Boot natuurlijk, mijn collega raadslid ook, als secundus bij dit project. Heel veel dank namens de collega's en ik mag wellicht de vrijheid nemen, toch ook wellicht namens het kabinet. Dank aan jullie voor dit, ik toon het nog niet, lijvige rapport, want het is het zeker. Ik draag het over, ik wens jullie een inspirerend uur. En wij zijn benieuwd wat het kabinet met onze analyse en aanbevelingen gaat doen. Maar dat horen wij vast nog wel. Heel veel dank. Dank, Corine Prins. We gaan over tot de inhoud. We gaan over naar de inhoud van dit rapport. Gepresenteerd, zoals net al gezegd, door Marianne Visser en Gijsbert Werner. Die u zo straks, nadat er een animatie is getoond, hier in beeld zult zien verschijnen. Maar we gaan dus inderdaad eerst naar een animatie. De gezondheidszorg in Nederland presteert over het algemeen goed. Onze zorg is vaak van hoge kwaliteit en goed toegankelijk. Dat willen we in de toekomst zo houden. En waar dat nu nog niet zo is, verbeteren. We gebruiken echter steeds meer zorg. Want de medische technologie ontwikkelt zich snel, waardoor er ook steeds meer mogelijk is. Bovendien vergrijst de bevolking en komen chronische ziekten vaker voor. Dat vraagt steeds meer middelen en mensen, waardoor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg onder druk komen te staan. Want op dit moment werkt al 1 op de 7 Nederlandse werkenden in de zorg. En dat zou er in 2060 meer dan 1 op de 3 kunnen worden. Het is maar de vraag of we zoveel mensen beschikbaar hebben. En bovendien kost het ook steeds meer. De komende decennia moeten Nederlanders naar verwachting alle welvaartsgroei inzetten om die toename van zorg te kunnen betalen. Dat zet ook druk op het maatschappelijk draagvlak. Mensen vinden dat zorg hen al te veel kost en vragen zich af of goede zorg voor hen nog wel beschikbaar zal zijn. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onderzocht hoe de zorg ook in de toekomst houdbaar kan blijven.
De belangrijkste conclusie van de WRR is dat we op een andere manier prioriteiten moeten gaan stellen. We moeten betere en scherpere keuzes gaan maken over de inzet en verdeling van mensen en middelen in de zorg. Daarbij moeten we kiezen voor zorg die onze gezondheid zoveel mogelijk bevordert. En die kwaliteit en toegankelijkheid van zorg versterkt waar dat nodig is. En dat we de personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid op peil en met elkaar in balans houden. De aanbevelingen van de WRR rusten op de 3 pijlers en zijn gericht aan samenleving, politiek en uitvoerende organisaties. Maatschappelijk draagvlak is onmisbaar voor het maken van keuzes in de zorg. Dat moeten we dus versterken. Bijvoorbeeld door maatschappelijk gedragen lange termijnvisies en het meer betrekken van de burger. Ook is het van belang dat de politiek scherpere keuzes maakt, meer verantwoordelijkheid neemt en bijvoorbeeld op een meer verplichtende manier inzet op gezondheid en preventie. Daarnaast moeten wij het uitvoerend vermogen van de overheid en toezichthoudende instanties versterken en de zorg die we als samenleving opbrengen op een weloverwogen manier gaan afbakenen. Bijvoorbeeld door een duidelijkere rolverdeling tussen zorginkopers, politiek en toezichthouders. Zo houden we onze zorg ook in de komende jaren houdbaar. Meer weten over de aanbevelingen van de WRR? Lees het rapport Kiezen voor houdbare zorg. Gezondheid staat centraal in het leven van mensen als een van onze belangrijkste waarden. En dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom we de zorg zo belangrijk vinden. Maar tegelijk zijn het ook toenemende zorgen over de kwaliteit en de toegankelijkheid van die zorg. Zo denkt volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau ongeveer 40% van de mensen dat de gezondheidszorg de afgelopen jaren in kwaliteit is teruggelopen. En maakt 30% zich zorgen of zij wel toegang tot zorg kunnen krijgen. Voor ouderenzorg liggen die percentages zelfs nog wat hoger, op 50 en 41%. En hoewel onze zorg in algemene zin goed functioneert, ook als je het internationaal vergelijkt, zijn die zorgen deels terecht. In dat rapport leggen we uit hoe de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg onder druk staat in delen van de zorg. Toegankelijkheid en kwaliteit noemen we samen de publieke waarde van zorg. En als we spreken over houdbaarheid van zorg, dan bedoelen we daarmee dat die publieke waarden in de toekomst geborgd moeten blijven. En we komen in navolging van instanties als de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de Algemene Rekenkamer tot de conclusie dat beide publieke waarden onder minimumnormen zijn gezakt in delen van de jeugdzorg, van de gespecialiseerde GGZ en van de zorg voor kwetsbare ouderen. En dat hangt in belangrijke mate samen met een bredere ontwikkeling, namelijk de snel stijgende vraag naar zorg in alle sectoren. Dat komt weer door een samenloop aan omstandigheden. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling en verbetering van medische technologie. Maar ook door de vergrijzing. We zien hier dat waar nu maar in een paar gemeenten in Nederland meer dan 25% van de bevolking boven de 65 jaar is, dat over 15 jaar voor bijna heel Nederland geldt. Een andere reden is de toename van het aantal chronisch zieken. En die stijgende vraag naar zorg in alle sectoren, vraag naar zorgpersoneel steeds meer knellen. Op dit moment werkt ruim 1 op de 7 Nederlandse werken in de zorg. En zoals we weten leidt dat nu al tot grote tekorten in delen van de zorg. Maar over 20 jaar zou dat gegeven die stijgende zorgvraag 1 op de 4 moeten zijn. En over 40 jaar, in de tijd van onze kinderen en kleinkinderen, waarschijnlijk zelfs 1 op de 3. En parallel daaraan blijven de uitgaven oplopen. We zien hier een raming die door het RIVM is gemaakt als voorstudie voor dit project. Tot 2060 verdrievoudigen de kosten. De grootste component komt daarbij van de medisch specialistische zorg in de ziekenhuizen en van de ouderenzorg. En dat leidt tot druk op de rijksbegroting en op onze economie. Dit komt namelijk overeen met een verdubbeling van zo'n 30% van ons bruto binnenlands product op dit moment naar 20 en misschien zelfs wel 27% in 2060. En als derde kijken we in dit rapport naar het maatschappelijk draagvlak. Wat zijn de opvattingen van mensen over kwaliteit, over toegankelijkheid en over solidariteit? En hebben zij vertrouwen in het stelsel? We spraken al over die zorgen van mensen over kwaliteit en toegankelijkheid. Maar onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en van het NIVEL laat zien dat er ook grenzen zijn aan de solidariteit van mensen. Aan de bereidheid om aan de zorguitgaven van anderen bij te dragen. En mijn collega Marianne de Visser zal nu verder gaan met de rest van de presentatie. Maar eerst geef ik haar de klikker aan de schoonmaak om die conform de coronaregels. Door Gijs
expert is geschetst hoezeer de gezondheidszorg onder druk staat. Wij introduceren het begrip de houdbaarheden en onderscheiden drie dimensies. De financiële, de personele en de maatschappelijke dimensie. En onder dat laatste verstaan wij het draagvlak in de samenleving. Wij constateren in ons onderzoek dat er vooral de laatste decennia is gestuurd op de financiële dimensie. Om de zorgkosten te beteugelen is de oplossing met name gezocht in doelmatigheid, steeds efficiënter werken. Maar dat blijkt niet afdoende te zijn om het hoofd te bieden aan de grote opgave waar we voor ons gesteld zien. Wat dan wel, zult u zich afvragen? Helaas is er geen simpele oplossing, maar de WRR geeft een aantal oplossingsrichtingen en dat vatten we samen onder beperken van de groei door beter kiezen. Hoewel doelmatigheid is gebleken niet het ei van Columbus te zijn, moeten we daar zeker mee doorgaan, al is het alleen maar om de verder oplopende zorgkosten te dempen. En een programma als de juiste zorg op de juiste plek verdient krachtig te worden ondersteund en uitgevoerd mag absoluut niet vrijblijvend zijn. Meer personeel werven en vooral behouden kent een grote urgentie. Het gaat dan bijvoorbeeld om goed en om modern werkgeverschap met aandacht voor de administratieve druk. Maar ook om waardering en erkenning van de expertise van zorgverleners en om meer autonomie. Maar dit zal evenmin als de doelmatigheid een afdoend antwoord zijn op de steeds maar stijgende zorgvraag. Dit grafiekje ziet u als voorbeeld. De bovenste lijn geeft de zorgvraag over de komende decennia weer en die neemt alleen maar toe. Terwijl we een unieke situatie hebben van een gelijkblijvende beroepsbevolking en dat is de onderste lijn. Er is dus een enorm gat tussen die twee lijnen. Strategieën als het bevorderen van arbeidsdeelname of van productiviteitsgroei door inzet van e-health kan het gat wel een klein beetje dichten, maar er blijft een enorme kloof tussen die lijnen bestaan. Onze eerste oplossingsrichting wijkt af van wat tot nu toe aan beleid gevoerd wordt. Koppel bij het maken van beleid de financiële houdbaarheid altijd aan die van de andere houdbaarheden. Ze zijn immers innig met elkaar verknoopt. Zo hebben we in de nasleep van de financiële crisis in de thuiszorg, maar ook in de GGZ en in de jeugdzorg waarschijnlijk te strikt gestuurd op kostenbeheersing. En dat leidde tot uitstroom van personeel en negatieve consequenties voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Wij stellen dus dat iedere houdbaarheid op peil blijft te zijn en dat de drie houdbaarheden met elkaar in balans moeten blijven. Naast sturen op houdbaarheden is het onontkoombaar om beter en ook scherpere keuzes te maken. En daarmee bedoelen we niet dat er bezuinigd gaat worden, maar dat we de groei beter en verstandiger moeten sturen. En die keuzes die dienen gemaakt te worden vanuit het besef dat de publieke waarde in en buiten de zorg geborgd moet worden. Binnen de zorg gaat het om het bewaken van de minimumnormen van kwaliteit en toegankelijkheid in alle zorgsectoren. En buiten de zorg om te vermijden dat er verdringingseffecten ten opzichte van andere beleidsterreinen optreden. We kunnen immers geld en middelen die naar de zorg gaan niet ook nog aan andere publieke doelen uitgeven, zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Keuzes maken en prioriteiten stellen betekent ook kiezen voor vormen van zorg en preventie die bij uitstek gezondheidswinst opleveren. En daarmee bedoelen we een verbetering van de levensverwachting en vooral een gezonde levensverwachting. Een gepaste zorg waarvan aangetoond is dat die effectief is, is daarvan een voorbeeld. Wat moeten we doen om tot deze betere keuzes over de zorg te komen? In ons rapport formuleren we een aantal aanbevelingen gericht aan de samenleving, aan de politiek en aan de uitvoerende organisaties en ik zal er een paar kort toelichten. Voor het maken van scherpe keuzes over onze gezondheid is het noodzakelijk om draagvlak te versterken. Wij pleiten voor een langetermijnvisie op de ouderenzorg, op de geestelijke gezondheidszorg en op de jeugdzorg. Daarbij is betrokkenheid van de burger onmisbaar. Immers spelen bij uitstek vragen over de rol van die zorg en over de eisen die dit aan de samenleving aan de collectieve kern ervan stelt. Een burgervorm is een manier om draagvlak te creëren.
Wij formuleren in dit rapport ook aanbevelingen gericht op de uitvoering van keuzes over de zorg. Momenteel wordt slechts 5% van de nieuwe zorg expliciet beoordeeld op effectiviteit en op kosteneffectiviteit. Alleen binnen de curatieve zorg en dan eigenlijk alleen nog maar over geneesmiddelen. Wij pleiten ervoor om dit binnen en buiten de zorg te verbreden en ook medische hulpmiddelen, GGZ, jeugdzorg en ouderenzorg systematisch daarop te beoordelen. En tenslotte constateren wij dat de verdeling van verantwoordelijkheden over de afbakening van de collectieve kern van de zorg niet voldoende toekomstbestendig is. De rollen van de politiek, van de toezichthouders en van de zorginkopers lopen te veel door elkaar heen. Die rollen dienen helder gedefinieerd te worden, mede gezien de grote ontwikkelingen op het gebied van medische technologie en medicijnen die op ons afkomen. De aanbevelingen die wij hebben geformuleerd en gericht zijn aan de politiek vergen moed. En daarnaast de verantwoordelijkheid om op korte termijn de publieke waarde in de kwetsbare zorgsectoren te herstellen. Overal in de zorg dienen kwaliteit en toegankelijkheid te voldoen aan de minimumnormen die we met elkaar hebben afgesproken. Ook een actieve keuze over de omvang van de zorguitgaven is bij uitstek een politieke verantwoordelijkheid. Momenteel wordt bij de ramingen het basispad te veel als leidend gezien. En hierin neemt de zorgbegroting een unieke plaats in ten opzichte van de andere departementen. Wij bevelen aan deze uitzonderingspositie te heroverwegen. Ook bevelen wij aan om actief te investeren in brede preventie, door de gezondheid ook vanuit andere beleidsterreinen te bevorderen. Denk aan armoedebestrijding, goed onderwijs, passend werk en aandacht voor de fysieke leefomgeving. Dat is namelijk de meest efficiënte manier om in brede lagen van de samenleving gezondheidswinst te genereren. De WRR concludeert ook dat er geen taboe mag zijn op verplichtende manieren van preventie. We kunnen denken aan wettelijke maatregelen zoals zoutreductie in voeding, maar ook een suikertax, de vermindering van het aantal verkooppunten van alcohol en lage maximumsnelheden in dichtbebouwde gebieden. In het verleden is namelijk gebleken, bijvoorbeeld bij de bestrijding van roken, dat zulke wettelijke maatregelen goedkoop zijn en zorgen voor grote gezondheidswinst. De WRR heeft laten zien dat er grote houdbaarheidsopgaven zijn in de zorg, die voor een deel een meerjarig perspectief vergen, maar ook op korte termijn om acties vragen. Het rapport biedt zicht op oplossingen om die opgaven het hoofd te bieden. Oplossingen die nopen tot het nemen van keuzes, soms moeilijke en scherpe keuzes. Het is van groot belang dat onder ogen te zien. Dank. Oh, het is spekglad. Dat zouden we ook kunnen doen. Een beetje gladde vloeren, gewoon verbieden. Goed, Marianne, Gijsbert, heel veel dank voor jullie beide bijdragen. Het lijkt me best lastig om een lijvig onderzoek als dat toch in een 15 minuten samen te vatten. Maar jullie zijn er goed in geslaagd. Dank daarvoor. Even terugkijkend op het proces. Ik kan me voorstellen dat het wel voelt als een soort... Dit is er nu uit. Ik ben heel blij dat we het rapport nu kunnen delen en dat we de belangrijke boodschap ook aan mensen en aan de minister en aan Den Haag kunnen vertellen. Want het zal geen makkelijk proces zijn geweest. Er staan scherpe keuzes in, scherpe conclusies in. Er wordt gezegd, maak duidelijke keuzes. Er worden ook echt oproepen gedaan om aan de politiek en de samenleving om nu echt aan de slag mee te gaan. Waar hebben jullie in het proces het meest mee geworsteld in het tot stand komen van dit advies? Ik denk dat we het meest geworsteld hebben, dat ik het meest geworsteld heb met de enorme diversiteit van de zorg. Dus het is zo'n enorme sector met zoveel verschillende dynamieken erin. Mensen met heel andere types hulpvragen, acuut, langdurig, oud, jong. Het is een enorm divers veld. En het is een grote uitdaging om daar toch een overkoepelende conclusie over te trekken. En ik denk tegelijkertijd dat dat ook heel nuttig is om een stapje terug te nemen en te kijken naar welke uitdagingen spelen nou in de zorg als geheel. En wat moeten we daarmee? Ja, met ogen toch weer voor die deelsectoren, want dat doen jullie ook heel goed in het stuk natuurlijk. Uiteraard, vervolgens zoom je weer vanuit dat algemene verhaal weer in op die deelsectoren die speciale aandacht nodig hebben of waar bijzondere conclusies voor gelden. Ja. Dankjewel, Gijsbert. Ja, Marianne, jij sloot je verhaal op een gegeven moment af met het harder sturen op zeg maar preventie.
Ik opende vanochtend een zekere nieuwspagina van een zekere krant met een T. En ja, die kopt natuurlijk als eerste. Suikertax, hoge prijzen voor alcohol. Ja, er wordt natuurlijk een beetje gecherrypicked. Maar jullie zeggen wel heel duidelijk van, nou goed, je moet echt keuzes maken. Nu scherper sturen op die preventie. Is dat ook hetgene waar jullie het meeste weerstand op verwachten als het gaat om de uitvoering van dit adviesrapport? Of is dat wellicht iets anders? Nee, ik denk dat dat wel een onderwerp is waar veel over gesproken zal worden. We leven natuurlijk in een Nederlandse samenleving waar het woord verplichtend heel veel weerstand oproept. We hebben ook gemerkt dat men bij verplichten denkt dat het opgelegd moet worden. Als je kijkt naar roken bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk wettelijke maatregelen geweest. En dat is eigenlijk het verplichtende karakter. Ja. Dan heeft het dat eigenlijk ontzettend goed gedaan. En daar is men ook betrekkelijk makkelijk, afgezien natuurlijk van wat horecabedrijven die daar erg door geraakt werden, is men daar eigenlijk erg makkelijk in meegegaan. En zoutreductie in voeding is misschien ook niet zo'n hele krachtige maatregel. Het verminderen, de maximum snelheid in dichtbebouwde gebieden is men ook langzaam al gewend aan het raken. Maar toch denk ik dat dat misschien nog wel eens wat weerstand zou kunnen oproepen. Ja, en we moeten natuurlijk niet alleen het laaghangend fruit, zoals je nu zegt, de dingen die we vrij eenvoudig kunnen doen, maar we zullen ook echt weer keuzes moeten maken. Nou ja, er moet in overweging worden genomen, in ieder geval door de overheid, wat de mogelijkheden zijn en hoeveel het oplevert. Maar ik wil nog even benadrukken dat het echt goedkope maatregelen zijn. Ja. Voor jou zal eigenlijk toch dezelfde vraag. Ik kan me voorstellen dat je waanzinnig blij bent dat het er nu is. Ja. Dit is hoe heb je het proces ervaren als raadslid? Hoe is dat om zo'n groep te trekken en dan dit uiteindelijk op te leveren? Fantastisch, maar wat ik eigenlijk nog het allermooiste vond, is we hebben natuurlijk heel veel informatie opgehaald bij allerlei mensen uit het zorgveld, van ziekenhuisbestuurders, politici. We hebben ook bijvoorbeeld bij alle politieke partijen, de mensen die de zorgportefeuille bestierden, hebben we gesproken. En dat vond ik eigenlijk het prachtigste, dat iedereen bereid was om zijn ervaringen te delen. En laten we nou hopen dat we niet pas over 24 jaar weer het volgende WRR-rapport. Heel veel dank voor jullie beiden, voor jullie presentatie. Ik zou willen vragen eigenlijk om, of Marianne, of jij zou willen blijven staan. Ja, sorry. Want we gaan naar het officiële moment natuurlijk. Ja. En dat officiële moment, daar gaan we even een klein changement op het podium uitvoeren. Dus we gaan eventjes wat ruimte maken. Ja, minister, dan is nu het moment om de officiële overhandiging van het rapport. En dan maken we ook een beetje ruimte voor de fotograaf. Dus ik zeg wel eens tegen de mensen thuis, er zal wat in beeld gelopen worden. Maar ja, dit moet er. Nu zie ik dat de zender van de minister een klein beetje. Ja, ik haal gewoon de techniek even bij. Het is live, dames en heren, dat hoort er een beetje bij. Ik wil de minister natuurlijk wel zo goed kunnen horen. Dus misschien dat de techniek heel even kan controleren of de zender bij de minister nu goed zit. Nou, dit is van alle markten thuis, de minister. Ervaring met de B. Ik zou zeggen, als jullie beiden hier in het. Ja, ik ga de fotograaf vragen om. Ja. Ik vind het een grote eer om dit rapport Kiezen voor houdbare zorg, mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak te overhandigen aan de demissionair minister van VWS, minister Hugo de Jonge. Ja, sorry. Minister de Jonge, dan, u heeft nu net natuurlijk pas een eerste inkijkje gekregen. Ik kan me voorstellen dat u nog niet helemaal gelezen heeft. Maar wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd of u een eerste reflectie, een eerste gedachtenronde. En dan gaan wij weer even de tafels klaarzetten. Heel graag. Ja. Dat doe ik heel graag. Nou, kijk, het was inderdaad 440 pagina's dik, dus ik heb het nog niet helemaal uit. Maar dat hebben jullie natuurlijk geweten. En dat was waarschijnlijk de reden dat jullie dachten, nou, als we het dan een dag eerder alvast aan de krant geven, dan kan de krant er alvast een handzame samenvatting van maken. En dan hoeft hij niet zoveel te lezen voordat hij erop gaat reageren. Ik denk dat dat de mediastrategie moet zijn geweest. Waarvoor zeer veel dank. En dat is natuurlijk gewoon alleszins behulpzaam. Even terug naar de vraag die we hebben gesteld aan de WRR. Want dat is een tijd geleden. Ja. We hebben vanmorgen eens even teruggezocht. Wanneer was dat eigenlijk? Dat was in het voorjaar van 2018. In het voorjaar van 2018. We wisten nog helemaal niet van de coronapandemie. En, toen was geluk nog heel gewoon, zou je kunnen zeggen. In het voorjaar van 2018. Maar toen hadden we aanleiding. Ik weet nog waar dat gesprek was. Ik zat met Bruno Bruins toen nog. En met Wopke Hoekstra hadden we het gesprek over inderdaad de ontwikkeling van de zorguitgaven. Nou, daar hoort de minister van Financiën over te mopperen in de richting van VWS natuurlijk.
En ik weet nog dat een van de thema's die we toen op tafel hadden, was de ongecontracteerde zorg. Dat was op dat moment belangrijk. Met name de wijkverpleging zag je dat, maar ook in de GGZ zag je dat de ongecontracteerde zorg groeide maar en was maar niet te beteugelen. En wat moesten we daar nou toch aan doen? En toen hadden we het gesprek, ja, kijkend naar het regeerakkoord. Het regeerakkoord zij geloofd en geprezen natuurlijk, waar we mee hebben mogen werken. Maar het bood wel weinig houvast in de richting van de Kamer om daadwerkelijk tot keuzes over te gaan. Dat was het moment waarop we zeiden, ja, we moeten denk ik toch over de houdbaarheid wat meer grond onder de voeten hebben in een volgend regeerakkoord, om daar scherpe keuzes met de politiek over te kunnen maken. Want dat valt namelijk helemaal niet mee. Een scherpe keuze maken in, laten we zeggen, een Kamer die ook nog wel eens verdeeld wil zijn in welke keuze dan het meest verstandig is. Waarbij het ook niet altijd makkelijk is om te gaan staan voor die scherpe keuze. Want er is geen scherpe keuze te maken, namelijk die pijnloos is. Dan heb je toch een regeerakkoord nodig wat je ook grond onder de voeten biedt. En om dat regeerakkoord op een goede manier te funderen, hebben we eigenlijk gewoon de degelijkheid van de WRR nodig. En daar is het idee geboren om inderdaad aan de WRR te gaan vragen om met dat rapport te komen. En wat ik echt heel erg goed vind in wat ik ervan gelezen heb. Hè, dus ik doe het eventjes op basis van wat ik er wel van gelezen heb en wat ik er net over gehoord heb. Dan denk ik, ja, dit sluit dus heel erg aan bij inderdaad de opdracht die we hebben. Wat ook zo mooi is, dat ook de formatie gewoon erop heeft gewacht. Hè? Ik bedoel, de WRR is nog niet klaar, jongens. Dus we moeten, dat moet het maar even wachten, dat nieuwe kabinet. Nou, dat hebben ze allemaal in voorzien. Dus dan kan het ook gelijk worden meegenomen. En volgens mij is het heel erg nodig. Kijk, wat we hebben gezien in de afgelopen anderhalf jaar is een pandemie die in een hele korte tijd eigenlijk een explosie aan schaarste teweeg heeft gebracht. Op werkelijk alle fronten. En misschien nog wel het meest aan zorg, aan bedden, handen aan het bed. Die schaarste is werkelijk geëxplodeerd in anderhalf jaar. En dat hebben we heel zwaar gevonden. Sterker nog, we zijn er nog helemaal niet uit. En de zorg is echt, kun je zeggen, gewoon het rek is er totaal uit. En iedereen die denkt, gooi die regels maar los, want iedereen heeft zich nou te kunnen laten vaccineren. Die mensen komen dan maar in de ziekenhuizen, daar moeten we er maar voor zorgen. Iedereen die zo naar de zorg krijgt, heeft werkelijk geen idee wat er binnen de muren van de ziekenhuizen aan het gebeuren is, binnen de muren van de verpleeghuizen aan het gebeuren is. Dat kan niet, de rek is eruit. Maar die explosie van schaarste, dat is de ongemakkelijke werkelijkheid, die gaat zich in slow motion voltrekken de komende 20 jaar. De komende 20 jaar zullen we een verdubbeling zien van het aantal 80-plussers. En de impact daarvan voor de groei van de zorgvraag is gigantisch. Dat is wat jullie hebben beschreven. Gigantisch. En als je dan kijkt, dan zullen we maar heel veel meer mensen moeten gaan aannemen voor de zorg. Dat kan niet. We hebben nu al 1,3 miljoen mensen die werken in de zorg. 1 op de 7 mensen werkt in de zorg. En 1 op de 4 gaan we niet. Dat gaat niet. Je hebt ook nog andere mensen die andere dingen moeten doen in het leven. Er moet ook nog ergens geld verdiend worden voordat we het weer kunnen uitgeven aan zorg. Kan niet. Zo'n beroep kun je niet doen op de arbeidsmarkt. We kunnen het ook niet betalen trouwens. En dat maakt dat de houdbaarheid, als we geen keuzes maken, als vanzelf op een geweldige manier onder druk komt te staan. In termen van toegankelijkheid, in termen van kwaliteit en in termen van betaalbaarheid. En dat is alle drie, die aspecten van houdbaarheid zijn belangrijk om mee te wegen in de keuzes die je maakt. Als je alleen maar kiest voor het één, ga je altijd tekort doen op het andere. Nog iets van die pandemie. Dat is dat het op een geweldige manier een test is geweest voor onze solidariteit, zou je kunnen zeggen. Onze solidariteit is op een geweldige manier op de proef gesteld. In de zorg, tussen de zorg en andere sectoren in de samenleving, tussen groepen in de samenleving. We hebben die test, zou je kunnen zeggen, doorstaan, maar we vinden het wel steeds moeilijker, laten we eerlijk zijn. Die eerste golf ging het nog wel, toen stonden we met z'n allen om de zorg heen. Maar we vinden het wel steeds moeilijker natuurlijk om die solidariteit te volbrengen. En de komende 20 jaar gaat op dat punt nog vele malen moeilijker zijn. En eigenlijk alle grote vraagstukken waarmee een volgend kabinet te maken heeft, gaan eigenlijk een enorme test zijn voor onze solidariteit die we weten op te brengen in de samenleving. Stikstof ook, klimaat ook. En zorg hoort zeker ook bij de top 3 van de grote vraagstukken waar solidariteit een ongelooflijk moeilijk vraagstuk is dat, en waarbij de politiek dus inderdaad, en niet alleen de politiek, die scherpe keuzes moet maken. Die keuzes moet je ook met elkaar maken. Welke keuzes dan? Nou, daar heeft u een aantal hele mooie en hele bruikbare en ook hele herkenbare ingrediënten voor aangereikt. Ik ga er een paar uithalen. Preventie, zeker. Een
verplichtender omgang met interventies die nu eenmaal goed zijn voor onze gezondheid. Nou ja, je hebt die hele milde, zou ik willen zeggen, interventie van de coronapas. Heb je gezien hoe dat al tot gedoe kan leiden. Waarbij mensen zeggen, oh, wat een, dat is een vorm van drang. En dat mag helemaal niet en zo. Terwijl daar evident natuurlijk, ja, de mensen, uit de mensen die niet gevaccineerd zijn, juist die enorme druk op de zorg voortkomt. Dat je uit solidariteit nou juist zou willen zeggen, nou laten we toch maar weer, als we in groepen bij elkaar komen, kijken of we dat met elkaar kunnen doen. Het enige wat je daar eventjes voor over moet hebben, is dat, dat hele kleine drempeltje van die corona-toegangsbewijzen. Nou, kijk even hoe dat uitpakt en je kunt een beetje een voorspelling doen hoe interventies, hoe easy die ook lijken, gaan uitpakken. En toch is het nodig. Want preventie hoort tot het hart van ons stelsel, tot ons zorgstelsel gemaakt worden. En dat is het nu niet. En 25% van onze zorgkosten maken we op aan leefstijlgerelateerde ziekten die echt vermijdbaar waren geweest. Zoals we ook in de afgelopen tijd heel veel zorgkosten hebben die echt vermijdbaar waren geweest. Bijvoorbeeld met vaccinatie vermijdbaar waren geweest. En daarom denk ik ook dat we op dit pad, dat we inslaan, ook gewoon voort moeten gaan. En inderdaad interventies moeten kiezen die beter zijn voor de leefstijl. Preventie, waanzinnig belangrijk. Het tweede ding is alles wat met arbeidsbesparende innovatie te maken heeft en met het beter vasthouden van je mensen, maar misschien ook het beter benutten van je mensen. Er is namelijk heel veel in de zorg wat op geen enkele manier vervangen kan worden door digitale interventies. Op geen enkele manier. Maar er is dus ook heel veel wat wel degelijk met e-health ondersteund kan worden, met domotica ondersteund kan worden, met allerlei innovatieve arbeidsbesparende interventies ondersteund kan worden. Daar is een grote huiver voor, maar we moeten wel, omdat we de mensen die er wel zijn voor de zorg nodig hebben voor die dingen in de zorg die alleen door mensen gedaan kunnen worden. En ik denk ook eerlijk gezegd, als we daartoe zouden slagen, dan denk ik ook dat dat kan bijdragen aan de manier waarop mensen graag in de zorg zouden willen werken. Het moeilijkste deel is de organisatie van de zorg. Want als je dan kijkt naar ons stelsel, ook een ervaring in die coronacrisis, met alle zegeningen die er ook weer zijn van ons stelsel, is denk ik dit stelsel wel buitengewoon moeilijk stuurbaar. We hebben als politiek namelijk de politiek vrij weinig knoppen gegeven om dat stelsel te sturen. Het is extreem decentraal georganiseerd. In heel veel kleine eilandjes en silootjes georganiseerd. En eigenlijk, als je kijkt naar het ZVW-stelsel, is het enige waar je echt aan kunt draaien, is de eigen bijdrage. Nou, dat kan nou juist die solidariteit onder druk zetten. Dus het is zeer de vraag of je dat moet willen doen. Of het pakket. Ook dat kan die eigen bijdrage. Dat kan de solidariteit onder druk zetten als de zorg, de collectief vergoede zorg alleen nog maar voor een deel van de samenleving beschikbaar is en er allerlei elementen van de zorg voor het beter verdienende deel van de samenleving privaat beschikbaar komen. Kortom, dat zijn eigenlijk juist sturingselementen waarvan ik denk, pas op naar de toekomst toe, dat daarmee de solidariteit niet onder druk komt te staan juist. De hele organisatie van de zorg, daar is gigantisch veel winst te boeken. Maar ook dat vergt ongelooflijk doorzettingsvermogen in een komende kabinetsperiode als je daar winst zou willen boeken. Bijvoorbeeld het over de domeinen heen organiseren van de zorg. Bijvoorbeeld het in wijken en in regio's veel strakker organiseren van de zorg en niet toestaan dat we allerlei geconcurreerd naast elkaar hebben. Iets wat je bijvoorbeeld in de wijkverpleging ziet, waardoor je gewoon ziet dat de wijkverpleging daar in kwaliteit aan onderuit gaat. In betaalbaarheid, maar ook in werkplezier voor de mensen die in de wijkverpleging werken. De versnippering is zo ongelooflijk groot daar. Daar moet je eigenlijk gewoon echt op stelselniveau ingrijpen. En inderdaad, dat betekent minder markt, denk ik. Meer samenwerking. Ik denk dat dat een route is die we op moeten. Dat maakt de stuurbaarheid, denk ik, allicht makkelijker. Ik denk dat een betere sturing moet zijn van de capaciteit. De capaciteitsplanning doen we nu eigenlijk helemaal niet. Hè. Dat hebben we helemaal toch een beetje aan het vrije spel der krachten overgelaten. Van concurrerende zorgverzekeraars en ook concurrerende aanbieders. Dat is geen goede garantie in tijden van schaarste om de toegankelijkheid ook overeind te houden. Dat hebben we ook wel gezien in de afgelopen periode. Kortom, we've got work to do. En dat is een ongelooflijk grote klus. Dus bij de top 3 van grote opdrachten voor een nieuw kabinet staat absoluut de houdbaarheid van de zorg naar de toekomst. We hebben heel veel moois om te behouden. En we hebben, denk ik, ons ook echt zorgen te maken als ons dat niet lukt. Want daarmee komt de solidariteit en de samenleving onder druk te staan. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Dus ik dank u zeer voor dit kloeke werk. Naast de krant van vanochtend zal ik alle 440 pagina's spellen. Om vervolgens te hopen en daar ook een beetje aan mee te werken dat dat ook in een nieuw regeerakkoord met een adequate opdracht aan een volgend kabinet wordt vervat. Zeer veel dank.
Dank minister voor deze woorden op basis van inderdaad vrij sumiere informatie op dit moment nog. Maar fijn dat u zegt, ik ga het doorploegen, ik ga het spellen. U noemt de coronacrisis, die toch een groot deel van uw ministerschap heeft gedomineerd, noemt u een stresstest. Hè? De zorg is goed onder stress gezet. Het is een test voor onze solidariteit geweest. Is het ook misschien wel de noodzakelijke katalysator die we never waste a good crisis kunnen gebruiken om dan nu ook echt structureel te hervormen? Ja, absoluut. Absoluut. En misschien moet ik daar iets vertellen van mijn allereerste werkbezoek. Ik weet nog, op donderdag was mijn eerste dag. Bruno was in die kamer. Die had zich moeten terugtrekken. Dat ging echt niet goed. En toen moest ik aan de slag op donderdag. En toen ben ik in dat weekend op werkbezoek geweest in Uden. Het ging helemaal mis in Brabant. Ik zie Ronnie zitten. Ik zie ons nog zitten aan de telefoon dat de patiënten uit Brabant naar de rest van het land moesten. We hebben geen coördinerend mechanisme. Ernst Kuipers gebeld, LNAZ. Je moet een patiëntenspreidingssysteem op gaan zetten vanuit Rotterdam. Nou, zo is het uitgekomen. Althans, zo is het begonnen. En dat was de paniek in Brabant. Toen ben ik in Brabant op bezoek geweest, in Uden. En daar waren toen net die ochtend, op zaterdagochtend, waren daar de eerste patiënten waren daar weggereden. Ik weet niet hoeveel ambulanceritten. En ik kwam daar en het team stond daar eigenlijk een beetje beduusd. En het was een hele bijzondere mengeling van trots op die absurde prestatie die ze hadden geleverd. Totaal overrompeld door wat hen was gebeurd daar in Brabant. Heel dankbaar dat nu de patiënten weg waren. Maar, en dat vond ik zo fascinerend aan de zorg, gelijk ook weer bezig met... Maar hebben we even gezien wat ons de afgelopen weken is overkomen? Al die dingen die we wilden in de samenwerking tussen afdelingen, waar we jaren over hebben vergaderd, die nooit er voor elkaar kwamen. Opeens kon het gewoon. Samenwerking tussen het ziekenhuis en de ouderenzorg, altijd ingewikkeld. En opeens kon het gewoon. We mochten op iedereen een beroep doen en iedereen wilde helpen. En digitale middelen konden opeens wel, die altijd niet konden. Nou, die sfeer, die moet je eigenlijk weer terug hebben. En dat is heel moeilijk. Want na die eerste golf is dat ook, denk ik zeker door die veel te lang aanhoudende tweede en de derde golf, is dat ook een beetje weggeëbd. En je ziet nu ook dat in die zorg, daar waar eerst het heel erg samen, zie je nu toch ook weer een beetje terug op de eigen eilanden. Dus ik zou zeggen, die sfeer van vorig jaar, toen opeens alles bleek te kunnen, toen opeens alles vloeibaar leek te zijn, en toen de bereidheid heel groot was om, als die ging zoals het moet, het dan maar te doen. Of als die ging zoals het kon, het dan maar te doen zoals het moest. Die sfeer, die wil je eigenlijk weer helemaal terug hebben. Dus absoluut, er valt heel veel te leren. En in Uden hing dus een bord aan de muur. Wat we willen houden na de crisis. Moet je voorstellen, ze hadden net een week in de blinde paniek gezeten. Die hadden dus aan de muur een whiteboard gehangen. Wat we willen houden na de crisis. En daar stonden dus al deze dingen op. Daar waren ze dus mee bezig daar in Bernau. Fascinerend. Ja. Nou ligt natuurlijk een mooi document ook aan de basis van zo'n katalyserende werking. Dus ik zou zeggen, laten we dat samenvatten. Hoe zorgen we nou even gewoon heel praktisch voor dat dit... Want u gaat het spellen, zegt u inderdaad. Dat is hartstikke fijn. Er zit straks, welk kabinet dan ook, dat zit er straks. Die moeten er natuurlijk ook mee aan de slag. Hoe gaan we er nou gewoon echt voor zorgen dat dit niet ergens in een labeland, maar dit gewoon aan top of de beleidsagenda komt te staan? Ja, ik denk dat een van de dingen ten goede, zeg maar, of die je wat hoopvoller zouden kunnen maken dat het niet in een la verdwijnt, is dat het niet op zich staat. Dit rapport wijst echt dezelfde kant op. Als ik het goed begrepen heb, hè? Misschien zat de krant er helemaal naast, maar als ik het goed begrepen heb, wijst echt dezelfde kant op als eigenlijk alle adviezen en rapporten van de laatste maanden. Hè? Dus ik noem even de commissie Bos bijvoorbeeld over thuiswonende ouderen. Gaat eigenlijk op precies dezelfde manier in op de houdbaarheid naar de toekomst toe, omdat het stelsel gewoon te veel onder druk is komen te staan. Dat is maar één van de rapporten. Maar zo zijn er meer, een rapport van de SER over de arbeidsmarkt en de zorg. Hij wijst eigenlijk ook weer dezelfde kant op. Gaat meer in op de personele kant, wat je moet doen om personeel te binden en te boeien, wijst eigenlijk allemaal dezelfde kant op. Kortom, ik denk eerlijk gezegd dat dat helpt, maar het is geen gemakkelijke klus, dat zeg ik er ook bij. En waarom? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met het allereerste woord op de kaft van het ding, kiezen. En ik denk dat we onder ogen moeten zien dat niet kiezen ook kiezen is. Dus als we nu een kabbelend regeerakkoord hebben straks, ik zeg het maar even, ik zit daar niet aan tafel, dus ik weet ook niet of iemand luistert verder, maar ik zeg het toch. En ik ga het niet alleen hier zeggen, maar ik ga het heel vaak zeggen. En niet kiezen is ook kiezen. Namelijk als er een kabbelende tekst in het regeerakkoord komt van... we vinden zorg heel erg belangrijk en groetjes van deze partijen. Dat gaat niet helpen. Dus je moet durven kiezen. Dus wij moeten ook als departement, ik kijk weer even naar Ronnie en naar Nicole. Wij moeten ook als departement weten wat is onze opdracht en waar mogen we de Tweede Kamer ook aan houden in de steun ervoor. Want je kunt alleen maar, als je echt kiest, die zorg houdbaar houden naar de toekomst.
Nou, met die woorden denk ik, kan ik u bijdragen met genoeg afstand. Heel veel dank voor uw komst naar deze locatie. En dank dat u inderdaad het in ontvangst heeft willen nemen. En heel veel succes met het spellen van dit lijvige rapport. En met wat we er natuurlijk mee gaan doen. Zeer veel dank, minister Hugo de Jonge. Yes, dank. Je kunt wel gaan maar zo dan. Ja, wat we even. Het is handig, denk ik, als u de zaal op deze manier samen met de voorzitter van de WR. Heel fijn, dank. En telefoon, dat is wel een belangrijke. Is hij geüpdate? Niet onbelangrijk, hè? Anders luistert iedereen mee. Hey, nogmaals dank, minister Hugo de Jonge. Ja, klare taal. Wat mij betreft nu natuurlijk nog kijken of we niet hier over 24 jaar bij elkaar samen zitten. Zeggen, hadden we toen niet nog wat harder moeten lopen? Nou goed, als het aan de minister ligt, gaan we, de demissionair minister ligt, gaan we keihard aan de slag. En wie dat zal zijn en welk kabinet dat ook zal doen, we gaan het in ieder geval met elkaar oppakken. En ja, dat woordje kiezen, dat staat daar centraal in. Ik ben ontzettend benieuwd. In eerste plaats kijk ik heel even naar de moderator. Of komen er een beetje vragen binnen? Ik kijk even duim omhoog, duim naar beneden. Ja, komen vragen binnen? Blijf die gerust ook via de Mentimeter met ons delen. Nogmaals, we kunnen ze niet allemaal beantwoorden, maar daar staat de code. Als u een vraag of een opmerking heeft, zet hem erin. Dan komt die hoe dan ook bij de WRR terecht. En wie weet komt uw vraag ook nog wel op het scherm straks. Maar ik wil eerst eigenlijk even een beetje proeven in de zaal. Want hier in de zaal hebben we een heleboel mensen die heel betrokken zijn bij de organisatie van de zorg in Nederland. Wil ik eens eigenlijk een eerste reactie. Nou, doen we nog inderdaad geheel in stijl met de coronamaatregelen. Ik zit een beetje te twijfelen of ik deze ga gebruiken of dat ik de microfoon uit handen ga geven. Maar ik zie ook meneer Melkert zitten en ik ben een beetje bang dat ik dan tot 3 uur nog... Ik ga nu in ieder geval eerst even gewoon een rondje lopen en ik ga hem toch in eigen hand houden, de microfoon. Dat is niet omdat ik hem u niet gun, maar dat is omdat ik hem gewoon heel graag heel stevig vasthoud. Meneer Wijma, u zit hier namens het Zorginstituut Nederland. Welkom. Eerste reflectie op wat u gehoord heeft. Ja, ik hoor eigenlijk 2 boodschappen. Kiezen voor houdbare zorg, niet kiezen is verliezen. Dus er wordt ons voorgehouden, als je nu niet kiest, ga je verliezen. Dat is de eerste boodschap die ik eruit haal. En die keuzes, die zullen ook scherp moeten zijn. Want anders ga je er niet komen. Hè? Dus niet meer of minder van hetzelfde, maar hoe gaan we het anders inrichten? En mijn oproep zou zijn, en dat hebben we ook gedaan namens de NZA en het Zorginstituut, om zorg meer passend te gaan organiseren, waarbij een heel veel van de zaken die hier aan de orde komen, ook daarin terugkomen. Dus ja, dat pakket, hè, dat pakket, samenstelling van het pakket van goede verzekerde zorg, dat moet juist leiden tot dat we dat met elkaar willen dragen. Dat betekent niet dat je dingen moet uitsluiten, maar dat wat erin zit, dat dat gedeeld wordt. Ja. En dat we de zorg veel meer samen met en rondom de patiënt gaan organiseren. En met name gaan kijken van wat willen we behouden, omdat dat veel gezondheidswinst oplevert. En wat zouden we misschien niet willen doen. Want nogmaals, hè, zonder dit soort keuzes ga je er volgens mij niet komen. Het is niet meer of minder van hetzelfde, maar hoe maken we die scherpere keuzes. En het is een spiegel, wat mij betreft, die we allemaal voorgehouden krijgen. En ik denk dat ook ieder daar een stuk verantwoordelijkheid in heeft te nemen. En als we het hebben over ieders verantwoordelijkheid, dan kijken we even naar zin. Welke call to action neemt u mee naar vandaag? Nou, het Zorginstituut is van de samenstelling van het pakket voor goede verzekerde zorg, hè, dus dat pakketsamenstelling. En onze grote uitdaging is om dat uit te leggen aan de mensen, maar ook aan de politiek, hoe we dat doen. Ja. Dat mensen achter die keuze staan, want nogmaals, hè, pakketingrepen zonder draagvlak, die hebben nog nooit tot een oplossing geleid. Nee. Dus we zullen veel meer Nederland daarbij moeten betrekken en de politiek erbij moeten betrekken dat die pakketkeuzes niet losstaan, maar dat zijn juist keuzes voor houdbare zorg. Ja. Dat is de opdracht aan ons. Dank daarvoor. Marianne Gijs, mag ik jullie trouwens vragen om alvast aan de voorkant plaats te zijn. Mochten jullie nou op een gegeven moment enorm de behoefte voelen om op een van de mensen in de zaal die een reactie geeft te reageren, steek dan even de hand op en dan gaan we dat gewoon mogelijk maken. Dat is het voordeel van mijn rol als moderator. Ik doe het even zo. Ja, dit blijft toch een beetje. Ik ben nog bang dat ik iemand een keer zo. Mevrouw Peetoom, welkom. U bent er natuurlijk ook. Ik kijk heel even goed dat ik het goed uitspreek. Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland. De Nederlandse GGZ. De Nederlandse GGZ, precies. Zo kunnen we het gewoon weer afkorten. In de zorg doen we dat natuurlijk vaker. Heel expliciet ook terugkomend in het rapport. Misschien nog niet helemaal gelezen. Maar een eerste reactie vanuit de GGZ? Ja, we hebben natuurlijk even een blik op kunnen werpen. En heel blij met dat de WRR de urgentie van deze vraagstukken gewoon echt ook weer tussen de oren van de mensen brengt. Even zo. Ja. Ja, want het is inderdaad een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn heel blij met de inzet op preventie, die we zelf ook doen. En daarnaast ook met de aandacht die wordt gevraagd voor het binden van goede mensen om die kwaliteit en de toegankelijkheid
en ook de houdbaarheid te kunnen garanderen. En de samenwerking tussen de verschillende velden is ontzettend belangrijk. Ik ben nu 2 weken voorzitter, ja, met een missie om de samenwerking niet alleen binnen de zorg, maar met allerlei maatschappelijke velden aan te knopen. Omdat je goede geestelijke gezondheidszorg ook moet verlenen als mensen zich geen zorgen hoeven te maken over schulden of over een dak boven hun hoofd of over hun baan. Dus dat vergt echt een maatschappelijke missie. En ik zou zeggen, brede blik, lange termijn en samenwerking zonder schotten. Kijk, fantastisch. Hartstikke fijn. Dank. Nou, er ligt voor uw eerste 100 dagen een mooie stuk op de leden natuurlijk. Hartstikke fijn. Veel succes ook natuurlijk. Hè? Eerste 2 weken, spannend. Ik ga even naar achteren. Ik ga naar ik zei net inderdaad, ik noemde de heer Melkert, omdat u natuurlijk vanochtend in de krant en in de verschillende media al uitgebreid heeft gereflecteerd op het adviesrapport. Zou u in de kern even de essentie van jullie reactie als Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen kunnen geven? Nou ja, voorop staat dat het echt een belangrijke bijdrage is aan de discussie die gevoerd moet worden. Maar wat ik toch bijvoorbeeld uit het persbericht toch een beetje vervelend vond, is dat er een soort van wedstrijd van wordt gemaakt tussen meer zorguitgaven betekent minder voor onderwijs en andersom, alsof er een soort van glazen plafond is voor het financieren van wat uiteindelijk toch onvermijdelijk is bij een zo sterk toenemende demografische vraag, dat er ook meer geld voor zorg beschikbaar moet worden gesteld in de toekomst. Als je denkt dat dat niet het geval is, dan hou je de mensen voor de gek, naar mijn idee. En ik zeg niet dat dat in het rapport gebeurt, maar het zit er wel een beetje in dat er een soort van plafond is, terwijl de echte vraag betrekking heeft, wat is de omvang van de particuliere consumptie voor mensen en wat gaan we collectief organiseren? Ook omdat door die collectiviteit, die solidariteit, overeind kan worden gehouden. En dat is dus geen inflexibel gegeven. Dus ik zou graag hebben gezien dat de WRR eigenlijk wat breder zou hebben gekeken naar wat voor kwaliteit van zorg je eigenlijk vindt dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dan dus ook voor meer mensen, want dat is onvermijdelijk. En dat je die keuze dan ook betrekt op wat zijn de collectieve lasten, hoe ga je om met de staatsschuld en hoe ga je om met andere keuzes en wat zit er uiteindelijk ook weer in de individuele portemonnee voor mensen. Die verbreding is echt nodig, want als je nu zegt we gaan het basispad verlaten, er werd gezegd gaat niet bezuinigd worden, nou ik geef u op een briefje, als dat basispad wordt verlaten, je gaat niet op voorhand naar de demografie kijken en ook de keuzes die uiteindelijk bij de artsen liggen, die worden eigenlijk totaal politiek gemaakt, dan is dat een bezuinigingsagenda in de Haagse realiteit. En ik ben dus wel bevreesd dat het, althans door diegenen die daar al veel langer naar keken, op die manier gaat worden geïnterpreteerd. En ik ken er een paar. Dank. Dit was inderdaad een heel kernachtig even de eerste reflectie vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dank van de heer Melkert. Dit vind ik wel belangrijk in het kader van hoor en wederhoor. Dan ook even naar de projectgroep gaan. Of in ieder geval naar de Marianne Visser van de WRR voor een eerste reactie. Ja, ik denk dat Gijsbert mij straks kan aanvullen. Ik begrijp heel goed dat u deze zorgen uit. Als je niet keuzes maakt, dan zal het de stijgende zorgkosten zullen dan op het bordje van de burger komen. Want die zal linksom of rechtsom meer premie moeten betalen, meer belasting moeten betalen. En al zijn welvaartsgroei moet worden opgegeten om die zorg, meer en betere zorg te krijgen. En ik ben het helemaal met u eens. Wij hebben in het rapport niet voor niets gezegd dat we vinden dat er in de samenleving moet worden gesproken over de zorg. En met name hebben wij genoemd de ouderenzorg, de GGZ en de jeugdzorg, omdat daar op het ogenblik zulke grote problemen met in delen daarvan met de kwaliteit en de toegankelijkheid zijn. Dat is mijn eerste reactie. De aanvulling van Gijsbert. Ja, een hele korte toevoeging daarop. Ik denk, wat ik heel erg herken in het tweede deel van uw pleidooi, dat over die balans tussen publieke en private middelen gaat, is dat we in dit rapport juist bij uitstek ook pleiten voor een lange termijnvisie op wat nou die collectief te beschermen kern is in de zorg als geheel, maar met name in die 3 sectoren die Marianne al noemde. En die collectieve kern, dat gaat omdat we die inderdaad de kwaliteit en de toegankelijkheid voor iedereen van garanderen. Dat is juist cruciaal en dat is juist een onderdeel, denk ik, zo zie ik het in ieder geval, als van die agenda van kiezen voor wat je wil beschermen, wat je wil borgen.
Ik zou natuurlijk nu heel graag weer naar meneer Melkert. Ja. Dat halen we qua tijd nu. Dus ik ga er maar even vanuit dat dit de bodem is, de basis is voor een verdere uitwerking van ja, deze discussie. En dat is ook alleen maar goed, want meneer Melkert zegt ook terecht, het is natuurlijk een heel belangrijk stuk om de discussie te starten. En die discussie is natuurlijk ook nog niet klaar. Dus ik zou zeggen, vind elkander, en dat geldt natuurlijk voor iedereen in deze zaal, in de discussie. Terwijl ik naar mijn moderatoren loop, doe ik dat ook een reden. Er zijn namelijk ook dus vragen vanuit het publiek gesteld. En op het scherm zien wij hier in de zaal, u ziet dat straks ook thuis, zien wij een aantal vragen verschijnen die vanuit het publiek gesteld. Ik ga deze microfoon weer rechtzetten. Mag ik aan de mentimeter, regie? En dan ben ik heel benieuwd. De vraag die is gesteld is dit niet de eendimensionaal? Moet dit niet ingebed worden in bredere lange termijn visie over werk, inkomen, zekerheid, klimaat, wonen? Kortom, preventie in een veel bredere context dan enkel voeding. Dit lijkt me volgens mij. Ja, nee, maar daar ben ik het eigenlijk alleen maar mee eens. Wij pleiten ook voor een brede preventie. We hebben gezegd, het is ontzettend belangrijk, mevrouw Peetoom zei het ook, om een goed dak boven je hoofd te hebben, om passend werk te hebben, om goed onderwijs gehad te hebben, om ergens te wonen waar je ook nog eens een keer met je kinderen kunt wandelen in een parkje of iets dergelijks. Dus al die departementen, INW, OCMW, sociale zaken, armoedebestrijding is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Die horen allemaal thuis in wat wij noemen brede preventie, omdat dat de efficiëntste en goedkoopste manier is om de gezondheid te bevorderen. Kortom, nee, het is niet eendimensionaal dat jullie het nooit op die manier bedoeld hebben. Nou, ik hoop dat de kijker thuis nu denkt, dat is mooi om te horen, hartstikke fijn. Ik hoop dat de volgende die de vraag stelt op dezelfde manier van jullie van een antwoord kan worden voorzien. Mag ik aan de moderator vragen om de volgende vraag naar voren te toveren? Ja, dit gaat even terug. We go way back. Oh, ja. Ik zal hem even voorlezen. In welk opzicht wijken de conclusies van het huidige rapport af van het rapport van de commissie Dunning uit 1991. De titel daarvan was immers ook kiezen en delen. Ik ben benieuwd of er iemand uit de commissie Dunning nu thuis zit met zijn telefoon. Maar ja, ken even dan maar Gijsbert als wetenschapper ongetwijfeld alle wetenschappelijke onderzoeken uitgeplozen. Nee, we hebben uiteraard dit rapport. Ik denk dat je dat echt kan zien als ook dat het voortbouwt op dat hele belangrijke rapport dat inderdaad vergelijkbare thematiek aan de orde stelde. En ik denk dat het op een aantal manieren dat voortbouw doet en op een aantal manieren anders is. In die tijd, in 1991, waren we nog heel erg bezig met het opstellen van de systematiek van hoe kan je nou de gezondheidswinst van behandeling met elkaar vergelijken. In de curatieve zorg stond het ook nog echt in de kinderschoenen. En in de curatieve zorg, de ziekenhuizen, is dat enorm ontwikkeld sindsdien. Wordt het ook heel breed toegepast. En ik denk dat een van de dingen die dit rapport doet, is eigenlijk nog een stap verder zetten en zeggen ja, het karwei is nog niet klaar. We moeten dat nu ook veel breder in de zorg gaan uitrusten. Niet alleen naar die medicijnen heel zorgvuldig kijken, maar ook naar de langdurige zorg, naar de medische hulpmiddelen en naar andere vormen van zorg. En daarbij grijp je tot op zekere hoogte ook weer terug op principes die als het allereerste al door Dunning zijn aangereikt. En die denk ik in grote lijnen nog steeds geldig zijn. Kijk, dus het bouwt voor, maar er is wel natuurlijk een andere context, andere tijd, et cetera. Ja. Nou goed, ik hoop dat iemand, als het iemand uit de commissie Dunning is, enigszins tevreden is gesteld met je antwoord. En anders zou ik zeggen, neem contact op met Gijsbert. Ga eens even sparren. Ga 30 jaar terug in de tijd en kijken hoe we dat nu weer actueel kunnen maken. Ik wil eigenlijk even kijken of we nog één vraag, ik denk dat we nog twee vragen kunnen doen. Dus ik vraag de moderator om de volgende vraag op het scherm te toveren. Misschien dat er nog een commissie ergens is die nog een rapport uit het verleden wil op kijken. Hoe kijkt de WRR aan tegen het feit dat de minimumnormen door het veld en niet door de politiek worden vastgesteld? Wie van jullie kan ik daar een eerste gedachtegang over vragen? Nee, maar ik denk dat dat ook goed is. Kwaliteitsnormen en toegankelijk, en met name kwaliteitsnormen dienen door het veld gemaakt te worden. Maar met elkaar spreken we dan af dat er bepaalde minimumnormen zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de toegankelijkheid, waar je de treknormen hebt. En als we dat als samenleving nou eenmaal met elkaar afgesproken hebben, dan moet je je daar ook aan houden. Kijk, dus er blijft wat u betreft wel een rol voor het veld weggelegd bij bepaalde normen, maar samen. En je hebt ook dingen die je niet door het veld moet laten doen. Dat zegt u ook heel duidelijk. Kijk aan. Nou, zo snel kunnen antwoorden komen. Ik denk dat we het nog gewoon nog eentje doen. Ik vind het hartstikke leuk gaan. Ja, dit is nou hybride. Gewoon via de Mentimeter. Ja, waarom is inzet op meer personeel niet afdoende? Er wordt al vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw gevraagd om meer handen aan het bed. Dus eigenlijk een oproep. Moeten we die toch gewoon maximaal inzetten op meer mensen aan het bed? Ja,
Dat klopt. En we hebben ook al sinds eind jaren van de jaren 80 van de vorige week al steeds meer mensen zijn in de zorg gaan werken. Als je vergelijkt het aandeel mensen wat nu in de zorg werkt, is het aanzienlijk hoger dan eind jaren 80. En wat wij eigenlijk in deze analyse laten zien, is dat daar een grens aan zit. En dat heeft met name te maken met hele wezenlijke demografische ontwikkeling. De bevolking bleef groeien vanaf eind jaren 80 tot nu. En doet dat vanaf nu ongeveer niet meer. De beroepsbevolking staat stil de komende decennia. En dat betekent dat dit recept wat we de afgelopen periode gebruikt hebben, dat het eigenlijk uitgewerkt is. Dat betekent niet dat we helemaal niks meer kunnen doen. Marianne noemde al een aantal dingen en dat we daar ook niet voor moeten trekken. Maar dat betekent wel dat we echt in een wezenlijk andere situatie zitten dan wat we vanaf de eind jaren 80 tot nu hebben kunnen doen. Namelijk wel inderdaad steeds meer mensen vanuit de hele samenleving in de zorg recruteren. Jullie komen, dat stond ik vandaag natuurlijk, kwam ik terug in de media. Jullie geven bijvoorbeeld in het rapport ook aan, ja, je zult wel beter moeten gaan belonen. Dus nou, het is goed dat je dat noemt. We hebben daar natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. CER heeft daar onderzoek naar gedaan. Er zijn zorgmedewerkers die echt onder de norm zitten. Maar als je kijkt naar commissie Doekle-Terpstra heeft bijvoorbeeld heel uitvoerig onderzoek daarna gedaan, in een jaar of drie. En dan wordt geld, het salaris, niet voorop gezet. Wat voorop wordt gezet is het feit dat men eigenlijk geen plezier meer in zijn werk heeft. Doordat ze niet worden gewaardeerd. Doordat er geen autonomie wordt gegeven. Doordat er geen mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen en opleidingen te krijgen. Dat zijn eigenlijk de voornaamste oorzaken waarom mensen gedesillusioneerd uit de zorg weggaan. Dus als je daaraan gaat sleutelen, dan kun je mogelijk inderdaad toch nog wat doen aan die hoeveelheid. Nou ja, ik noem het al modern werkgeverschap en verder, maar dat voert een beetje te ver. Hebben we ook wel suggesties met betrekking tot fiscale regelingen, waardoor misschien meer mensen een aantal uren meer zouden willen werken. Dank jullie wel. Ja, dames en heren, het is zo dat ik nog 8 vragen zie staan, maar helaas niet in de gelegenheid ben om ze allemaal te beantwoorden. Ik zou ook heel graag nog verder de zaal in willen gaan. Wij zullen ongetwijfeld nog even met elkaar napraten straks. Maar voor de kijkers thuis gaat de livestream zo sluiten. Het was een bijzonder genoegen om deze bijeenkomst te mogen leiden. Ik denk dat we echt een mooie aftrap hebben. En dat er een rapport gepresenteerd is waarmee we aan de slag kunnen gaan en moeten gaan. Ik denk dat dat misschien wel de allerbelangrijkste is. Het is eigenlijk niet meer verblijvend. Wij moeten hiermee aan de slag. En of dat precies is zoals het rapport beschrijft, of dat het, hoe het verder uitgewerkt gaat worden, dat is nu aan alle partijen die zich daarmee bezighouden. Maar we moeten iets. En ik denk dat het een oproep aan ons allen is. Mag ik ter afsluiting kort het woord geven aan jou om deze voor een allerlaatste reactie vanuit. Ik vind het fantastisch dat u allemaal hier aanwezig bent geweest en nog veel meer mensen virtueel aanwezig. Ik ben ontzettend erkentelijk dat minister De Jonge hier is verschenen. En toch ook al eigenlijk meer heeft gezegd over het rapport dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Dus ons past de grote dankbaarheid voor dit uur waarin we het rapport hebben mogen presenteren. Fantastisch. Nou, dames en heren, daarmee sluiten we deze bijeenkomst af. Maar niet voordat ik gemeld heb dat het adviesrapport te downloaden is vanaf de website wrr.nl. Doe dat allemaal, lees het, ga ermee aan de slag. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijke rol en wat hij ook maar bij de zorg betekent. Maar in ieder geval jullie zeer hartelijk dank voor de presentatie. U dank voor uw aanwezigheid en u bedankt voor het kijken. En tot eerder dan 24 jaar. Laten we dat met elkaar afspreken. Tot ziens.